vertellen over de mammoet. We gaan als eerst vertellen dat er in de slurf geen botten zitten. En de slachtanden zijn krom. Bij een olifant is het meestal recht. Maar de slachtanden van een mammoet zijn krom om te verdedigen. Als een andere grote dier komt, dan kan hij van bovenaf aanvallen of dan kan hij als schet gebruiken voor kleine dieren. Hij eet alleen maar gras en hij leeft in het Pleistoceen. En hij eet 200 kilo per dag. Hij poept 100 kilo per dag. In het museum Klok en Peelzet zijn allemaal andere botten van andere mammoets. En er bestonden al mensen. En die jaagden op de mammoet. Ze wouden de vacht van de mammoet om tenten of een jas te maken. Dat hij moet heel veel eten. Anders gaat hij dood en lijkt het dat hij legio. Ja.